Hier achter mij gaan twee Nederlandse supersterren straks een pizzaatje eten. En ik heb ze met een smoesje te pakken gekregen. Ik mag ze zo meteen onderscheppen voor de deur. Ze hebben geen flauw idee waarom ik hier ben. Maar ik ben heel erg opgetogen, want zo meteen mag ik ze vertellen dat ze de Song van het Jaar 2022 hebben gewonnen. Je gaf me je gewicht, nam het aan met ogen dicht. En nu ben ik slechts een stem zonder gezicht. Vrouw Christine, heel erg bedankt dat ik jullie mocht onderscheppen voor de deur van een pizzeria. Wij hebben een afspraak, maar hebben jullie enig idee waarom ik hier eigenlijk ben? Nee. Nee. Nee, ik dacht misschien om over ons jaar te praten, maar dat... Een beetje een terugblik. Ja, zoiets, ja. Stien, jij? Ik zou het ook niet zo goed weten. Lieve vrouwtje, lieve Stien, ik mag jullie van harte feliciteren. Duizenden muziekliefhebbers hebben gestemd op jullie nummer Zonder Gezicht. Jullie hebben de Song van het Jaar 2022 gewonnen! Ja, ik heb het. Ja, hier, kijk. Wat? Nee. Ja, oh, nee. Hier, alsjeblieft. Oh, ik ben weer helemaal op dezelfde plek als een jaar geleden. Ja. Nee. Oh, wat leuk. Je gaf me je gewicht, nam het aan met oog dicht. En nu ben ik 66. Wat leuk! Dat had ik echt helemaal niet verwacht. Wat leuk om dat met jou te mogen hebben. Leuk. Ja, wat, hoe is het? Jullie zijn ontzettend goede vriendinnen. Hoe is het om zo'n nummer en zo'n prijs te delen? Nou, ja, dat vind ik gewoon echt heel leuk. Ook inderdaad zo'n vrouwtje en zien, dat doet, ja, geeft me gewoon een heel warm gevoel. Ik ben er echt heel blij mee. Heel leuk. Ik zie zelfs een beetje tranen in je ogen. Ja, ik ook een beetje. Ja, ik vind het echt een feestje met jou in het leven. Dus dit betekent echt veel voor mij. Leuk, Frankie. Ja, leuk. Frankie, jij zei het net al even na vorig jaar met Ik Wil Dansen. Toen pakte je hem. En daarmee heb je een plek verworven in een bijzonder rijtje. Want alleen de Pixies deden dit in de jaren 80 en Radiohead in de jaren 90. Okay. Om twee keer achter elkaar de Song van het Jaar te winnen. Wat een eer. Super. Ja, hoe nu verder? Wat nu nog meer? Dit was het, denk ik. Dit was mijn hoogtepunt, mijn carrière. Ik kan stoppen, denk ik. Maar dat ga ik niet doen. Nee, ik ben heel erg blij. Het is dus moeilijk te toppen wel. Jullie staan samen op nummer 1. Maar moet jij eens raden, Stien, wie er met welk liedje op nummer 2 staat? Hé, hey, joh. Ja. Met de diepte. Ja? Nou, wat een feestje. Wat leuk. Nou, is een songfestivalliedje wel eens eerder zo in de lijst zo gekomen? Nee, volgens mij niet. Nee, goed punt. Ach, ook een feest. Ach, ik vind dit echt heel erg leuk, ja. Kunnen jullie voor de mensen die het niet weten vertellen waar Zonder Gezicht over gaat? Nou, het gaat over vergeten en afstand doen van mensen waar je ooit heel nabij hebt gevoeld. En eigenlijk dat je soms aan een herinnering terugdenkt en denkt, god, ik weet niet eens meer hoe je eruit ziet eigenlijk. Het is ook een liefdesliedje. Ja. Dus jij kwam aanzetten met de lyrics en Stien, jij dacht, ja, hier herken ik me helemaal in. Ja, ik wilde heel graag op dit liedje meedoen, want ik was echt super erg fan van dit liedje. Dus en nu hebben we het heel vaak samen opgetreden. Dus dat is voor mij ook een hele leuke herinnering aan dit liedje. Omdat wij onze vriendschap ook wel best mede een beetje door dit liedje hebben te danken. Dus ik vind dat echt heel vet. Oh, hoe zit dat dan? Ja, wij hebben die clip toen geschoten in Duitsland. In Oost-Duitsland, in de Frieskou. En dat ging allemaal mis. En dat was super heftig. En toen waren wij met z'n tweeën. En toen hebben we er gewoon wat van gemaakt. En we treden dit liedje heel vaak samen op. Wat ook altijd echt een feest is. Dus het is echt... echt heel erg leuk. Willen jullie nog mensen bedanken? Heel erg bijzonder dat dit liedje voor jullie de Song van het Jaar was. Ik wil Stien heel erg bedanken dat zij dit samen met mij heeft willen doen. En dat ze zo'n lieve vriendin is. En nu pas ik de mic naar Esti. Ik wil ook Frauke heel erg bedanken. Ik hou erg veel van die meid. En ik hoop dat jullie een geweldige avond hebben in Maasilo. Hoe gaan jullie het vieren? Ik denk met een lekkere cocktail. Wat voor een? Dat weet ik nog niet. Het staat nog open, voor mij. Voor mij ook. Het staat ook nog open. Jullie zijn flexibel. Ja, best wel, ja. Flexibele drinkers. Ja. Alles is wel goed. Okay. Alsjeblieft. Dankjewel. Nogmaals heel erg gefeliciteerd en heel erg bedankt dat ik jullie dus eigenlijk zo mocht overvallen. Dat waardeer ik heel erg. Ja.